Hallo allemaal, ik was bij de speelgoedwinkel en ik zag deze dingen. Nou ja, deze hebben we al een tijdje geleden gehad, maar waarom ik ze nu laat zien? Omdat het 2 voor 1 euro was. Dus dat vond ik wel heel goedkoop. Het is een Fidget Flipper, nou ja, die kennen wij natuurlijk gewoon als zo'n tumble stick, heet die ook wel eens. En je kan het hier een beetje zien hoe die werkt. Er zitten daar 2 gewichtjes aan het einde. Je zet hem neer en hij rolt. Even kijken of ik hem helemaal door het beeld heen kan laten gaan. Ja, dat lukt. En dit was de tweede die we hebben gekregen. Ja, gekregen. We hebben hem gekocht. Maar het waren er 2 en er zat een hele bak vol. En mijn zoontje mocht kiezen. En kijk. Synchroon rollen. Dus dit is een hele korte video. Maar het schijnt trouwens dat je hier dus ook een... Nou ja, je kan hier dus ook, en dat is mij nog steeds niet gelukt in al die keren. Oh. je kan ze dus ook in een vierkant laten gaan. Maar dat lukt mij dus niet. Dan zou het dus, zeg maar, misschien moet je hem... Ah, kijk. Als je hem dus zo draait, zo een draai geeft, dan doet hij wel iets bijzonders. Ik weet nog niet of het echt helemaal de bedoeling is. Maar je kan dus met z'n tweeën, kan je ze naast elkaar zetten en dan... een wedstrijd houden. Kijken wie er sneller is. En je kan ze zo tegen elkaar aan laten botsen. En even kijken, zo precies net aan de randen van het scherm. Zo. Zo synchroon laten rollen. Nou, deze dingen zijn leuk. Je kan ze ook gewoon zo vasthouden, een beetje knijpen. Alleen, het is natuurlijk gewoon hiermee bedoeld. Als jij bijvoorbeeld een keer trucjes hiermee weet, laat het me weten. Dat is trouwens misschien wel grappig. Kijken of je hem... Weet je die bottle flip truc die je hebt? Hey, hij ging in de vierkant. Die bottle flip die je hebt... Dat is misschien nog wel een iets dat je hem misschien... Ik weet niet of het kan. Hij wil dat niet. Ah. Dat je hem misschien rechtop kan laten eindigen. Ik denk dat het een beetje moeilijk is... Maar je weet het nooit. Misschien... kijk. Tada. Mijn bottle flip alleen dan met een Fidget Flipper. Ik heb hem zo rechtop laten staan. Nu ga je natuurlijk zien dat ik dat de hele tijd ga laten doen. Ik ga dat jullie wel besparen, want het is me nu 1 keer gelukt. En dat vind ik mooi. En dan ga ik nu zeggen... Dankjewel voor het kijken. Ik wilde jullie alleen even weten dat deze dingen er nu heel goedkoop waren. Volgens mij was de winkel waar het om ging was de Intertoys. Waar ze hem zo goedkoop hadden. En in mijn geval was het een Intertoys in Leiderdorp. We hebben ze hem, zoals ik zeg, zelf gekocht. En dat maakt wel uit. Dat moeten we altijd laten weten. Maar... Fidget Toys. Oh, trouwens, dat is wel iets wat ik ook nog even moet zeggen. Aan het einde van de video heel snel. Maar ik heb onwijs veel Tangle Toys gekregen uit Hongkong. Wel van het officiële merk van Tangles, van Zuru Toys heb ik gekregen. Die moet ik nog laten zien. Maar wat ik daarmee denk te gaan doen is een onwijs grote, gigantische Tangle Toy maken. Want je kan ze uit elkaar halen. En... samenvoegen. Dus dat is wat ik daarmee ga doen. Ik ga een super grote Tangle Toy maken. Ik ga ze in 1 video denk ik laten zien. Of misschien in 2 video's. Eerst video van welke ik heb. En dan misschien in 2e video een super grote maken. Weet ik nog niet. In ieder geval, dit was even een korte video tussendoor. Dankjewel voor het kijken. En geef het een duimpje. En tot de volgende keer. Doei doei.